Hallo allemaal, heel hartelijk welkom bij een nieuwe Pokémon Go vlog op Crazy Koen. Super tof dat je kijkt. We zijn hier in het bos voor het laatste restje van de Snubbel Limited Research. En ik moet af en toe even bukken, want als je mijn lengte hebt, dan zijn dit soort takken een gevaar voor je hoofd. Ik heb vanochtend al een uurtje ongeveer gelivestreamd met de Snubbel Limited Research Day. De score daarvan, die gaan we nu even met elkaar bekijken, want hij was tot nu toe echt heel vet. Nummer 9. Ja, daar is hij. De eerste shiny Snubbel. Hartstikke goed. Shiny check nummer 10. En de laatste hier dan. Ja, shiny nummer 2. Hartstikke tof. 515 CP. Deze heeft ook een goede CP. We gaan hem in een Pokéball proberen te vangen, want dit loopt toch niet weg. Hoppatee. Maar Snubbel is volgens mij zowel... Ja, shiny nummer 3. 502 CP. Hartstikke mooi. Ik wil voor jou doen, want ik wil natuurlijk niet je... Dat jij je shiny Mewtwo mist. Terwijl ik een Pikachu met Umbreon hoedje gewoon hier shiny tegenkom. Ik miste die sparkles bijna. Wat ontzettend cool. Oh, dit is echt de eerste event Pikachu. Goed, claim rewards. Ja, shiny. Hartstikke goed. Nummer 4. 505 CP. 3 shiny dus in totaal en een shiny Pikachu. En we zijn hier nu ook in een gebied met in elk geval de Dunsparce voor de Johto Throwback. De Sentret voor de Johto Throwback. En allemaal potentiële shinies. En het mooiste, er is nog een klein stukje Snubbel Research te gaan. 3 zijn er nog open. En die 3 gaan we nu checken. Let's go. Gewoon. Quick catchen. Lukte vanochtend op de stream natuurlijk heel mooi. Dat zal nu niet lukken. Want ik moet gewoon lopen. Dus wop. Check nummer 2. Ook weer gewoon 4,99. Ook geen beste IV. 5,30. Dat is de 100%. Die heb ik. Ook al veranderd in Grand Bull kwam ik achter in de stream dankzij Ilan. Die zei, oh, je evolueert nu je 100%. Ik had helemaal niet gezien dat ik überhaupt een 100% had gevangen. Laat staan dat ik er één ging laten evolueren. Maar deze is binnen. En de laatste dan al. Hier, ook deze is gewoon. Ik heb namelijk net even geteld. En volgens mij zou het best wel eens kunnen dat ik richting het einde zit van het aantal Snubbel Research Tasks dat er is. Dus voordat we naar de laatste snubbelcheck gaan, laten we even genieten van de prachtige natuur waar ik hier met social distancing in het achterhoofd door aan het lopen ben. Tot zo! Tijd voor misschien dus wel de laatste snubbelcheck van vandaag. Laten we eens gaan kijken. 300 Stardust, terwijl het weer echt, echt prachtig is. Start Encounter. Hij is roze, hij is blauw, maar niet in de juiste verhouding. Als dat blauwe nou roze was geweest en dat roze nou blauw. Of blauw, is het blauw? Het is volgens mij niet eens blauw. In elk geval, die kleur. 3 Great Throws in a row, er is nog meer. Awesome. Awesome. Ik ben dus toch nog niet klaar. Dat is hartstikke mooi. Vang 3 Pokémon.
Er zitten hier nog meer Pokémon in de buurt, wat moet ik nog meer doen? Evolueren Snubbull. Oké. Eerst Chikorita's vangen. En het enige nadeel is hier natuurlijk wel dat er weinig Pokémon in de buurt zitten. Dat is een nadeel van hier in Nederland in de bossen gaan lopen. Oeh, ren niet weg. Dus wellicht moet ik toch ook eerst nog een incense activeren. Of kijken wat ik in de research heb. En ik heb schijnbaar een streak gebroken. Ergens van. Waar heb ik een streak van gebroken? En belangrijker, was het een Chikorita? Want als het een... make 3 great throws in a row moeten we doen. Die memo had ik niet gekregen. Oké. Dat kan. Hoop ik. Op een dun... Ik heb nog nooit een great throw gemaakt op een dun spars, dat ik weet. Kan ik volgens mij niet eens. Maar als we hem vangen is het wel de derde. Dan hebben we ook weer Snubbull om mee te werken. Dus dan kunnen we kijken of we daar de great throws mee kunnen maken. En man, ik kan niet geloven dat ik het zeg, maar wat is het ontzettend heet in de zon. Het lijkt wel zomer. Oké, die is binnen. Catch 3 Pokémon is binnen. Gaan we nu eens kijken wat er gebeurt. Als ik zeg in de 2D view dat ik die Snubbull wil, dan is het in elk geval een gewone. Hier moet de great throw toch op te maken zijn. Come on. Juist. Dat is 1. Nog 2 in een row. Wordt een kleine uitdaging. Evolving Snubbull is in elk geval compleet. En dat betekent dat we ook deze reward kunnen claimen. Helaas nog geen shiny Snubbull te bekennen. Ik ga wel proberen hier toch ook weer een great throw op te maken. Maar ik blijf het spannend vinden bij die Snubbull. Ze zijn best klein en dat maakt het best lastig. Deze is in één keer binnen. Nog één great throw en we zijn er. En ik heb ook nog 1 Pokémon in mijn research tag. Dus eens kijken. Eens kijken wat dit is. Lantern. Daarop durf ik het misschien wel. Als die niet beweegt. Maar ik kan nu wegrennen. Volgens mij onthoudt hij de berry. Oh ja, maar we krijgen nu natuurlijk de bovenste. Dat is Pineco. Een wat grotere uitdaging. Maar dat baat niet. Baat niet, maakt niet uit, want de derde great throw is binnen. Dus voor de laatste check hier, helaas, weer geen shiny. Echt alles wat ik nu nog pak, dat is bonus. Natuurlijk wel een bonus waarvan ik hoop dat ik hem ga pakken. Claim deze reward, wat hebben we nu dan nog? Was dit hem? Of komt er nog meer? Het ziet er dan nu toch naar uit. Dat we hem hebben gehaald. Dus dat betekent dat we gewoon nog lekker een stukje gaan wandelen. Kom mee. Staat in beeld. Het weer was zo mooi dat ik maar even een Go Battle League gevecht heb gedaan. Waarvoor ik 4-1 heb gespeeld. Dus dat ging lang niet slecht. We pakken de berry. Het item is een Charge TM. Dat is hartstikke mooi. We pakken de Rare Candy. En de Pokémon Encounter. Oeh, Rufflet. Super, die heb ik nog niet. Dus hartstikke blij dat ik die nu kan vangen. Ik wist dat die in de reward zat. Ik wist niet dat die hier al te vangen was. 1 en 2 en 3 binnen. Dat betekent een nieuwe Pokédex entry. Super mooi. Rufflet, nieuw in de Pokédex. Dat pakken we dan toch maar weer mee vandaag. Allemaal shiny Snubbull, een Rufflet. Shiny Yanma nog even. Helaas, die zit er dan niet in. En dat betekent, dankjewel Riolu voor de cadeautjes, dat mijn Snubbull Limited Research Day voorbij is.
als bezoeken op plus Snubble. Dan zien we het resultaat van onze dag. 69 Snubble, maar ik had er natuurlijk ook al 2 in elk geval. Dus dat betekent 67 Snubble uiteindelijk gevangen. Van die 67 waren er, en daar moeten we eentje van aftrekken, 4 uiteindelijk. Shiny, helemaal geen slechte score. Ik denk dat tussen de 2 en de 4 shinies ongeveer gemiddeld is. Ga ik vanuit. Ik moet nog afwachten wat de Silver Road uiteindelijk zegt van de shiny race. Maar ik ga uit van 1 op 25, 1 op 30 zoiets. Dus dit is dan wel extreem mazzel hebben. Ik hoop in elk geval dat jullie ook een super toffe Shiny Snubble Limited Resource Day gehad hebben. Laat zeer zeker weten in de comments hoe dat gegaan is. En vergeet niet om dit filmpje te belonen met een blauw duimpje omhoog. Dan wil ik jullie super hartelijk bedanken voor het kijken, toppers. Abonneer natuurlijk voor meer. En wil je direct meer, dan kan dat. Er staat al een filmpje in beeld, zodat je direct verder kunt klikken. En anders zie ik jou heel graag in een nieuwe Pokémon Go, Pokémon Sword of in Animal Crossing. Hey, how do!